Oh, degene die op de eerste plekje stond, zat volgens mij een klein beetje te slapen. Maar eens kijken wie dat was. Volgens mij was dat, als ik het goed bekeken heb. Was dat de man met startnummer 227? Nee, dat was hij niet. Dat was hij niet. Het was Jesse Smeets, volgens mij, met startnummer 255. Hadden ook gewisseld, de man uit Graven. Kooiman. Oh, gelijk de snelste tijd. Vin Kooijman, hij aan de leiding. En nou, daarachter, daar zit natuurlijk, uiteraard, daar Oosting aandringen. Kiepersbos, ook Hansen op een derde plaats gelegen. Dat kan toch nooit lang duren, jongens, dat die Joey Hansen daar op een derde plaats rijdt. Nee, kijk maar eens aan, want hij sluit al heel vet aan op de tweede plaats. Kooijman nog steeds op één. Kooijman op twee, sorry. Dan Gleerum op één. Met startnummer 216. Ik hoop dat je het nog steeds leuk vindt, Atte Bekker. Dat je naar de wedstrijden zit te kijken. En ook natuurlijk Jan van Zilfhout, uiteraard. Staat er daar eentje naast? Koen Doorn, snelste tijd op dit moment, 2:44. Hij heeft op een zevende plaats gelegen met 50.525. Zijn moeder zal zeker al weer in de huiskamer zitten loeren. Hoe het met haar kind gaat. Hij heeft natuurlijk de sleutelbeen kapot gehad in Kerpen. En inmiddels dan toch op de Republic. Republic wordt geïmporteerd. Door Stan Pex uit het Limburgse. Nou, dan hebben we Gleerum, Kooijman en Hansen 1, 2 en 3. Hoe lang houdt hij het vol? Hoe lang kan hij het volhouden? Het geweld van Hansen, de man uit Horst, uit Limburg. Kijk eens aan, hij dekt af. Hè? Ook prachtig mooi verdedigen wat Kooijman, wat Gleerum doet. Samen met Kooijman, de twee mannen op. Maar. Zo, hallo, goedemiddag. Daar is hij, Kooijman op 1, Joey Hans op 2, Gleerum naar 3. Sibiliak
op een zevende plaats. Dan achterin Vin Winkel op 13. Dan Schoonmaker met De Veen. Dan Bas Steen op 16. 17. Renzo Alibax. Nou, gaan we eens kijken hoe het zich daar verder ontwikkelt aan de voorzijde van het veld. Achter zit hem gelijk. Joey Hansen. Hansen achter Kooijman. Kooijman natuurlijk ook niet van gisteren. Ook hij een oude protégé van niemand minder dan Patrick de Vries. Patrick de Vries wist hem ook kadetkampioen te maken. Juniorkampioen te maken. Ook in de Rotax Max. En ook verder heeft hij hem gebracht in de 125cc. Zijn vader ook aanwezig, Alain Kooijman, altijd zijn eeuwige goede sponsor. Zijn vader een pilot op zo'n prachtig mooie, dik vet vliegtuig. Van Nederlandse, van de Europese makelij, geen Boeing. Maar hier is het Vin Kooijman die toch wel even zijn visitekaartje probeert af te geven hier bij de KZ. Laura van Hengel, de dame in het gezelschap van de rest van de heren. Achtste plaats. Achter Sibiliak met startnummer 209. Geleren, we zitten in de zesde minuut. We gaan naar de zesde minuut toe, sorry. En dan zien we Robin Geleren op een eerste plaats met startnummer 216. Joey Hansen en ook deze klasse, dat is de KZ. De KZ 175 kilo. Daar zit er dus wel duidelijk verschil in tussen de KZ 2 Plus en de KZ. De ene is 125 en 75, dat is deze klasse. En de KZ 2 Plus is 190. Glerum nog op 1 en Joey Hans op 2. Met 3 is Vin Kooijman. Vin Kooijman op een derde plaats. Daarnet was hij nog goed te vinden op 1. En er staat natuurlijk een enorme druk ook op nummer 201. En het is dringen. Hè? Die Glerum dringt echt vet aan bij Joey Hansen. En waar is dan Vin Kooijman gebleven? Ik zie hem er even niet meer bij. Joey Hansen op 1, 2, Robin Glerum en Kooijman, daar is hij op een derde plaats. Dan al een behoorlijke afstand, 5,1 seconden. En Glerum, dan hebben we Arjan Kiewiesbos. Arjan Kiewiesbos en Edgar Oosting. Oosting op een tiende plaats met Toon de Winter op 11, 12. Elshuis met Quinn Winkel, 13. Renzo Alibax, dan Bas Steen, Shirley Schoenmaker en Thomas Wiegman op een 17e plaats.
Hansen, snelste tijd. Wat zet hij neer? Hij zet neer 49.671. Maar wel zwaar onder bedreiging van 15e heeft hij Glerum op Hansen. Probeert dus duidelijk afstand te nemen. De man op de CRG, meervoudig Nederlands kampioen. En Glerum. Glerum, zelfde tijd, 49.33.0. Met Hansen op 1 en Kooijman op een tweede plaats. Ja, denk maar eens na, Albert, of je de goede afstelling hebt gebruikt. Nou, Koen Doorn toch al op een hele mooie vierde plek te vinden. Toch langzaam maar zeker naar voren als een kleine kogel. En nu dan vlak achter. Achter Vink Kooijman met start van 2.27, als ik het zo even snel bekeken heb. Daar is hij, Jo Hansen met Glerum en Vink Kooijman. Kooijman en dan nog even een behoorlijke afstand. Dat zien we, hij heeft dan toch nog wel een aantal seconden, 7 seconden, goed te maken om bij zijn voorganger aan te kloppen. ...48.919. We zitten in de laatste fase, de laatste minuten van deze mans. We krijgen nu Hansen of Glerum. Glerum de snelste tijd, 48.823 met Joey Hansen met start op 201. Zal dan nu de eerste plaats gaan bezetten. Glerum zal dan genoegen moeten nemen met een tweede plaats. Hansen blijft gewoon op 1 zitten, wat natuurlijk ook bijna al normaal is. Dat zeg ik ook bijna, hè. En Koen Doorn nu op een vierde plek te vinden is. En ook netjes gedaan. Daar is hij. Hansen op 1. Glerum op 2, nog even een snellere tijd neergezet. En Vink Kooijman met 2.27 zal de derde plaats gaan bezetten.